Dag allemaal, mijn naam is Iman en ik ben hier op Hogeschool in Holland bij de eerste editie van Culture Splash. Ik ben een van de organisatoren die Culture Splash heeft georganiseerd. En de reden waarom we dat doen is om jongeren bewust te maken van het culturele aanbod in Den Haag. DJ, hit me over the music. Eerste nummer, Welcome to the Hague, een ode aan de stad waar deze school gevestigd is, Den Haag. Check it out, yeah. Hi, ik ben Vera van Theater Diligentia Pepijn. Ik sta hier bij de stand van Diligentia, gewoon om te laten zien dat wij een heel leuk aanbod hebben, ook voor jongeren. En ik ben projectleider van het project Programmeren 2.0. En dat is een leertraject wat Diligentia doet met Cosmopolis Den Haag. En daarin willen wij eigenlijk jongeren betrekken bij de programmering en marketing voor Theater Diligentia. Zodat zij het beste weten wat ze graag willen zien en dat ook naar onze theaters kunnen halen. Dus dat heeft geresulteerd in twee hele leuke avonden op 8 en 9 juni in Theater Pepijn. In the rock city on the map, heavy medalist, still communicated to a rap. I take pride in the underdog position. But listen, I bet you thought we gave up. Your fuckers be wishing, keep on fishing. Captain Hook with whack loops and lame hoops. We hebben net van een groepsgenoot gehoord dat er twee avonden in Pepijn komen. Wat houden die avonden precies in? Nou, het zijn twee para-avonden, hè? En de bedoeling is dat we door middel van stand-up comedian en een hele leuke tussenact eigenlijk alle culturen een beetje samenbrengen. En wat voor soort avonden zijn dat? Het zijn twee leuke avonden met veel comedy, lekker lachen, heerlijke hapjes en dat is gewoon de bom. Dat is para. Gewoon lekker gek, genieten van de stand-ups, everything. Some of the slum, we rap books, a worldwide traveling agent like books. I bring ever, a pro to the one that acts you. Astronaut over the moon, space movie, establishing a movie box, I'm a drift bully. Too many silicone artists, silly clone artists, tender by nature but appear to be the hardest. I pee in your black eyes. Programmeren 2.0 heeft tot nu toe al best wel veel bereikt, want wij hebben de randprogrammeringen van twee shows gedaan en naar mijn idee is dat echt wel succesvol verlopen. De sfeer doet me denken aan een soort café-sfeer. Ik zie daar een biljart, wat ook op het podium stond natuurlijk en je zou eventueel ook kunnen darten. Dus het draagt zeker iets bij aan de hele ervaring van de show. Het is gewoon heel leuk, je komt uit die zaal en dan plotseling zit je weer in zo'n sfeer alsof het hier nog even doorgaat. Gonst hier al in de wandelgangen. De twee avonden die in Pepijn geprogrammeerd worden door Programmeren 2.0 zijn op 8 en 9 juni Theater Pepijn. Para Part 1, dat is de naam van de eerste avond, daar kan je al heen voor €11,50. Voor de tweede avond kost ook €11,50 en heet Para Part 2. Wil je naar allebei de avonden komen? Dat kan. Voor een duo ticket kan je kopen via het Theater Diligentia aan Pepijn. Dit was Cineact Den Haag op Culture Splash op de Hogeschool in Holland. We hopen jullie te zien op 8 en 9 juni in Theater Pepijn bij Paracomedy.